Morgens we werden de bakken gemaakt en dan het was zwart van de vliegtuigen in de lucht. Er waren arme Duitsers die allemaal, ja, we wisten niet waar ze naartoe trokken, maar die gingen allemaal naar het westen toe. Die wouden de Rotterdam, waar ze de bemachtigen. Nou, wat ik me kan herinneren zijn de vliegtuigen, want die kwamen erg veel vliegtuigen over. Dat waren we hier in Gent, waren we dat niet gewend. En dat was wat ik me daarvan herinner. En voor de rest, ja, was iedereen natuurlijk verontwaardigd, want al vrij snel werd Rotterdam plat gegooid. Ze waren niet populair toen de heren hier kwamen, dat is zo. Toen de oorlog uitbrak, stond ik hier voor het gebouw. Hier zat toen dokter Koenders in. En hier lag een grote vijver voor het huis, een sloot aan de vijver. En dan stonden we te kijken en in één keer kwamen die vliegtuigen aan. Even aan de hand kwamen ze vertellen, we moesten direct naar huis. En toen kwamen we thuis in de Zandvoort. En er stonden een hoop mensen bij ons voor in de tuin. Ik dacht, waar is dat nou? Maar die stonden aan de radio te luisteren. Maar ik wist niet dat we een radio hadden. Toen de Duitsers binnenkwamen in Gent, dan kwamen ze met een grote vrachtwagens, grote hengsels met aanhanger. Dat staat nog heel goed bij, want ik was nog niet zo hoog als de wielen. De wielen waren groter dan ik was. Langs ons huis kwamen soldaten heen lopen. En toen zei mijn vader, oorlog breekt uit. En dat was volgens mij 10 mei 1940.
Thank you.